De 2-22 FIFA World Cup is Qatar. Dit had Sepp Blatter toch wel eventjes kunnen bedenken voordat hij het week aan naar Qatar ging studeren. Ja, maar ik denk dat er allerlei belangetjes een rol hebben gespeeld. Eentjes. Rijke Sjaïks, die zullen wel een rol hebben gespeeld. Deugt natuurlijk niets van die toewijzing aan Qatar. Dat stinkt aan alle kanten. Regeert dan alleen het geld? En uh, de politiek? Dus uh, uiteindelijk zijn dingen toch uh, te koop. In de zomer voetballen in Qatar bij 40 graden. Dat is niet te doen. Dat moeten we niet gaan doen. Dus, dus ik, het lijkt mij een heel aardig experiment om het in de winter te doen. Ja, dat kan ook niet, want dan gaat het hele Europese voetbal gaat naar de kloten als het WK in de winter is. Want je hebt een voorbereiding nodig van minimaal vier weken. Nou, stel dat het 20 december begint, moet je 20 november al stoppen met de voetbalcompetitie. Ik zou gewoon de, de het WK aan Amerika geven. Dan, dan is in ieder geval dat aspect gewoon eerlijk verlopen. En uh, ja, Qatar, dat uh, volgende keer beter.